Geliefde luisteraars, welkom bij deze nachtuitzending. En we gaan niet te lang voortpraten, maar gelijk proberen om contact te krijgen met de heren Samson en Van der Leuf. Heren, bent u daar? Natuurlijk, goedenavond. Hoort u mij? Ja. Ja, en ik hoor u goed. Ik hoor u goed. Uitstekend, uitstekend. Goed, laten we niet te lang wachten. Ik geef het woord aan jullie, daar in Paramaribo. Ja, en zoals normaal, goedenavond luisteraars van Radio Tamara. Goedenavond meneer Botse. Voor ons is het hier nog altijd 22 september. Dat is de vrijdag. En voor jullie is ondertussen al aangebroken de 23 september. En dat is op de zaterdag bij jullie. Ik ga even ik blijf even hangen in Suriname. Want hier is het nog altijd vrijdag de 22 september. En op deze dag, precies 99 jaar geleden, is toen geboren Emil Wijntuin. Hij is geboren in Coroni, een echte Coroniaan. Hij was van huis uit onderwijzer, daarnaast ook nog politicus. Statenlid, een heel bekende statenlid. Moest wijken in 1980, dacht ik, tijdens de coup. Hij was PSV-voorzitter, parlementsvoorzitter. Hij schreef een tweetal of drietal boeken over de PSV. Namelijk de eerste voorzitter van de PSV was Pater Wijdman. Die man was ook vakbondsleider. En hij schreef ook namelijk over de vakbondsleider Louis Doedel en zijn eigen politieke carrière. Wellicht wil een Winston misschien ook wat daarover zeggen. Het zijn in elk geval politici van kaliber zoals we die hebben gekend. En zoals we die nu minder kennen in Suriname. Ja, zeker. Ook van mijn kant een goede morgen daar voor de mensen, de luisteraars in Europa. En hier nog goedenavond in Suriname. We hebben de klinkende naam Emil Wijntuin, dat steeds statenlid is geweest in het parlement van Suriname. Het was een transformatieparlement, want voorheen wisten we dat de kooplieden weer het stemrecht hier hadden in Suriname. En zij waren als het ware de pioniers van het eerste uur. Deze mensen hebben gevochten voor heel veel zaken als vakbondsrechten, maar ook werkomstandigheden zoals je het ook, Pater Wijdman, die ook tevens vakbondsleider was, heeft zich ingezet voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden van arbeiders op de werkvloer. Het is niet wat wij vandaag een dag zien, onze vakbondsleiders die meer een politieke neiging hebben om hun mond dicht te houden of mee te varen met het beleid dat niet duidelijk is. Dit waren de pioniers die duidelijk de inzettingen hebben verricht om zaken van de grond te krijgen. En dat is een duidelijk verschil met hetgeen wat we vandaag hebben van mensen die meelopen met systemen die niet duidelijk zijn waar die ontwikkeling naartoe gaat. Zij hebben aan de vooravond gestaan om karakter, kennis en kunde bij elkaar te brengen. En we hebben dan ook een bepaalde bloei en groei mogen doormaken in die prille begin. We weten ook, in Suriname waren er bedrijven die zelfs op een gegeven moment internationaal bekend waren. Ik noem u Marienburg nog van toen, die grootste producent van suiker in de wereld was, op de wereldmarkt destijds. Ik noem u Bruinzeel, die ook exporteerde naar het buitenland. Ja, we kennen in de Caribische landen en zijn er x aantal huizen daar nog steeds staande als het bewijs. En een mijlpaal die gehaald was vanuit Suriname, productie vanuit Suriname. Maar ik noem ook het instituut dat voor rijstrassen zorgde daar in Nigeria, wat wij kennen Wageningen, die ook de beste was van de wereld destijds. Het waren dit soort mensen die ervoor zorgden dat die stimulans er was. Dat er werd gevochten om die zaken dusdanig binnen Surinaams territorium te kunnen bewerkstelligen. Dat als resultaat en prestatie werd geleverd. Ik geef het nu weer even terug aan de heer Samson. Ja, en van vrijdag 22 in, september 2023 in Suriname gaan we over naar zaterdag 23 september 2023 in Nederland. Nou,
In 1929, en ik moet zeggen, de vorige eeuw is er nog wat al gebeurd, als we praten over Suriname, is het begin van de luchtvaartontwikkeling van Suriname. Charles Lindbergh landde met een Pan-American Airways clipper op de Suriname rivier. En Suriname is toen opgenomen in het geregeld luchtverkeer. Ja, dus dat is precies waar wij horen, ook het jaartal 1929. En we zien daarna de registratie van ons grondgebied in het internationaal luchtverkeer, wordt dan gekarteerd, noemt men dat. En van daaruit beginnen waarschijnlijk ook de officiële vluchten zich te gaan ontwikkelen vanuit Nederland naar Suriname en van de rest van de wereld naar ons toe. Wij hebben op een gegeven ogenblik die ontwikkeling doorzien trekken naar kort voor 1975 onze eigen staatsonderneming, SLM, die toen is gaan investeren na 1975 om zijn eigen vloot te hebben. We hebben jammer genoeg een vliegramp gehad daartussen en die markeert op dat ogenblik voor ons een van de ergste dingen die ons is overkomen. We hebben heel veel geliefden daarbij verloren. Maar tegelijkertijd, aan de andere keerzijde van de medaille, markeert het ook feitelijk wat we nu nog duidelijker zien, maar toen nog niet hadden opgemerkt. Dat is namelijk het chaotische vanuit het beleid. En natuurlijk dat veel te wensen heeft tot de dag van vandaag nagelaten. Om te investeren in een onderdeel van bedrijfsvoering, is maintenance. Zorgen dat alles dusdanig met het vliegverkeer op te date en veilig is. En op die ogenblik merken wij dat we daardoor door slecht zicht van de piloot, want dat is het rapport dat later naar buiten is gekomen, dat die ramp zich hier voltrokken. Vandaag aan de dag zijn we een paar weken terug alweer opgeschrikt, namelijk het ALS-systeem dat het niet doet of dat het niet goed doet. En daarnaast de oorzaak ervan gelegen is doordat dieven van door zijn gegaan met de koperen bedradingen van zo'n ALS-systeem. Dus daarom geef ik aan, die ontwikkelingen rondom het vlieggebeuren hadden ook wel iets te maken met radar- en ALS-systemen. ALS-systeem is de Information Landing System, dat is de nieuwere naam ervan. Ik denk dat Suriname nog steeds op dit ogenblik met zo'n ALS-systeem achterloopt op de ontwikkelingen van vliegveiligheid en vliegverkeer. Het is om mensen bang te maken, maar wel om aan te geven van dat het bewustzijn niet verder is ontwikkeld in de leiding van ons land. Want deze luchtvaartautoriteiten die komen uiteindelijk onder de boezem of in de boezem van onze autoriteit, het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. En dan merk je dat door politieke degradatie men zelfs met zulke belangrijke en vitale onderdelen van luchtvaart politiek mee bedrijft op een onverantwoordelijke manier. Want je kan het niet presteren dat zaken die internationaal feitelijk nodig zijn altijd in place te hebben, dat die voor de kans zien het terrein op te gaan, want het ligt niet langs de straat, het ligt niet daar buiten het luchtvaartterrein, daar de kans zien binnen te stappen, niet gezien, en ik neem aan honderden meters aan kabel meenemen, waardoor het ILS-systeem uitvalt. Dus daarom, wij kijken met genoegen terug naar het verleden om onze lering eruit te trekken. Hoe zijn die mensen onder die omstandigheden in staat geweest toch internationale prestaties te leveren en een dusdanige ontwikkeling op gang hebben gebracht, te bedenken dat we een paar tientallen jaren ervoor nog met slavernij hadden te maken en contractarbeid, maar toch in staat waren de stappen te ontwikkelen dat er een gedegen vakmanschap aan de dag werd gelegd, een gedegen visie aan de dag werd gelegd, en gedegen verantwoordelijkheid aan de dag werd gelegd. Nu merken wij, 50, 60, 70 jaar verder, dat wij veel verder in werk- en denkniveau zijn gedegradeerd. En dat is maar aan één fenomeen toe te wijden. Het bestuurlijke van het land dat op
gegeven moment door partijpolitiek wordt aangestuurd. En dat zou op zich geen slecht ding moeten zijn, maar we hebben wel gezien dat de performance steeds is gaan afnemen. En hebben we toen gekeken naar waar neemt de performance af. En dan merken we dat het precies in de top, in de besturen van de politieke partijen is gelegen. En dat stukje is waarom wij die reflectie steeds doen naar de memorabele momenten in de historie. En dan vergelijken we het datgene wat wij nu kunnen presteren en waarop wij ons kunnen eiken. Ik geef het woord nu weer terug aan de heer Samson. Ja, en we blijven even op 23 september en we komen in 1898 en we zien dat de 14-jarige Paul Flu slaagde voor de Hendrikschool. En de Hendrikschool was toen een Mulo en als ik het goed begrepen heb, het was toen de 8-jarige Mulo. De mensen werden, of het onderwijs was toen verschrikkelijk hoog. Ja. Dat weet ik, want Paul Flu heeft het zelf geschopt tot hoogleraar aan de Universiteit van Leiden. Leiden. Hij heeft zelf gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht en op medisch gebied, vooral op het gebied van bilharzia, filaria en dat soort van onderzoekingen, heeft hij enorm veel naam gemaakt. Indien het me lukt, vanavond wil ik dan nog even nog wat aandacht besteden aan deze grote zoon van Suriname, is wel op een vervelende manier in 1945 om het leven gekomen. Het was de tijd van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Daar woonde hij. En hij had een zoon. En die zoon is toen door de Duitsers op een verschrikkelijke manier om het leven gekomen. Hij belandde in een concentratiekamp, zoals vele niet-Arische mensen. Aris, wat het Arische was. Ja. Ja, en hij kwam eigenlijk door al deze tegenslagen. Had deze kracht verloren en hij kwam om het leven. Op een vrij jonge leeftijd, dacht ik op 61-jarige leeftijd, kwam hij namelijk in een concentratiekamp om het leven. Indien de tijd we nog tijd hebben, gaan we even nog wat daar aan meneer Flu, hoe noemen ze het, aandacht besteden. Maar wat, waarvan ik schrok vandaag, is namelijk de schulden hebben ongekende hoogte toegenomen onder deze regering in Suriname. Er is een onderzoek verricht door een onderzoeksjournalist. We hebben niet veel onderzoeksjournalisten hier in Suriname. Maar een van de bekende is namelijk Armand Snijders. En heeft een aantal cijfers gepubliceerd waarvan ik u in een nutshell eigenlijk die informatie niet wil onthouden. Komt tot de ontdekking dat de totale staatsschuld. En als we praten over de totale staatsschuld in Suriname, dan is het binnenlandse en het buitenlandse staatsschuld, is ten opzichte van het bruto nationaal product. En met bruto nationaal product, daarmee bedoelen we van wat wij met z'n allen hier in Suriname produceren, is in een half jaar tijd toegenomen van 122%. 122%, dat is ongeveer 72 miljard Surinaamse dollars. Van het BBP, het bruto nationaal product of binnenlands product. En in 2022 steeg hij van, dus het was het jaar daarvoor was hij 122% en hij steeg naar 203%. Dus eigenlijk bijna een 80% kan je bij zeggen, allemaal aan schulden gemaakt. En dat in een half jaar? Ongeveer 120 miljard ruw genomen. En een half jaar, dat is gebeurd in juni dit jaar. En dat valt op te maken uit eerder deze week gepubliceerde cijfers, namelijk van het Algemeen Bureau van de Statistiek. En dat is gebeurd namelijk in het Staatsblad. Misschien heb jij er wat hier op te zeggen, want we gaan hier verder ons in bijten. Ja, zeker u, dat ik hier ook wat te zeggen. Het was al duidelijk dat toen de regering pas aantrad in 2020 een geluid liet horen dat de staatskas leeg was. Iets wat een paar maanden daarna, of enkele weken daarna, door de governor van de centrale bank werd afgestraft, want er werden staten te zijn die aantonen de staatskas helemaal niet leeg was. Het was natuurlijk geen rooskleurige staat die we hadden, maar leeg was hij in ieder geval niet. Als niet financieel deskundige, maar gewoon als burger en als leek op economisch-financieel vlak, dan ga je als burger ook nadenken van, maar hoe kan men een staatskas leeg verklaren? Want je hebt een x-aantal dingen die de staatskas
eenmaal 24 uur binnenstromen. Dan beginnen we met de gewoon normale en simpele dingen als de nutsbedrijven, de nutstarieven. En vooral omdat die steeds om de zoveel tijd door deze regering ook zijn verhoogd. Weet je, binnen één jaar tijd hebben we een x-aantal verhogingen gezien van nutsbedrijven. We hebben het over telecommunicatie gezien. We zien het nu aankomen dan ze weer met elektriciteit en andere nutsvoorzieningen. Maar ook gas is nu ook omhoog. Natuurlijk moeten die dingen inderdaad op een realistische wijze op de markt hier ook aangebracht worden. En ik heb dat allemaal toen in perspectief gebracht. Waarom doe je de uitspraak dat de staatskas leeg is? Want dat is geen uitspraak die je kan doen als leiding van een land. Omdat er sowieso incentieven zijn die blijven binnenkomen. Dat er misschien geen goede controle is op hoe de incentieven binnenkomen en waar ze allemaal aan besteed worden. Dat is another ballgame. En ik heb toen ook aangegeven de uitspraak van de president gedaan dat de vorige regering niet meer in staat was om lonen te betalen, is ook niet direct een 100% zuivere uitspraak. Is meer een politiek avontuurlijke uitspraak geweest. Maar aan de andere kant is het weer inzicht aan de buitenwereld dat het werk en denkniveau van zo'n regering niet strookt met de verantwoordelijkheid toevertrouwd door het volk. En ik heb toen gevraagd, waar ga je het geld dan allemaal vandaan halen waarmee je die salarissen gaat betalen? Dat is een antwoord nog steeds dat verschuldigd is gebleven. Want als je jezelf een failliet verklaart en je zegt, je hebt die vorige regering kon niet de salarissen uitbetalen en daarom moesten ze vroeger overnemen of de overdracht is eerder geschied dan normaal bij wet vastgesteld, dan vraag ik direct als leek, als burger, maar dan waar heb jij het geld vandaan genomen? De antwoorden zijn verschuldigd gebleven, maar het was sowieso dat er geleend moest gaan worden. En waar ze hebben geleend, dat soort informatie, dat tasten we nog in het duister. Nou, dat die trend zich voort, 2021, 2022, dat die trend zich voort. En nu nog steeds in 2023 hoor je plotseling, we hebben 1 miljard gespaard. Maar daartussen is er ook een uitspraak gedaan. Ik stort de gelden van de multinationals die goud hier menen, niet bij de centrale bank. En ik stort de inkomsten van onze staatsolie ook niet bij de centrale bank. En toen heb ik de vraag gesteld via derden tot in het parlement. Waar stort je de gelden? Want het is bij wet geregeld hoe dat allemaal zich moet verhouden. En hoe je dat allemaal moet doen. Ook als het in een buitenlandse bank gaat stoppen, zijn er afspraken gemaakt bij welke bank. En dat is allemaal bij wet aangegeven. De antwoorden zijn ons nog steeds schuldig gebleven. En die berichten die nu in de krant zijn verschenen van vandaag, of gisteren, geven ons duidelijke indicatie dat ons vermoeden en die vragen die we hebben gesteld destijds duidelijk nu naar voren komen dat er vanuit deze regering ook een sterk leenbeleid is ontwikkeld. Echter is daar geen prijs aangegeven en het niet gedeeld als informatie met de Nationale Assemblee en zo ook niet met het volk. En we hebben recentelijk een paar uitspattingen gehad waarbij op een gegeven ogenblik in het nieuws is beland dat er 100 miljoen US dollars toegekend was aan het ministerie van Onderwijs om het doorstroombeleid dat zij hadden ontwikkeld en we hebben doorgedrukt, zou de financieren ermee. Wij weten nu dat die 100 miljoen euro daar niet terecht is gekomen. Boze tongen beweren natuurlijk dat het allemaal naar consultancy is gegaan. Wij willen nog de verantwoording ervan zien. We hebben het dus over de toename van de binnenlandse staatsschuld en de buitenlandse staatsschuld. Laten we even de binnenlandse staatsschuld onder de loep nemen. En die binnenlandse schuld nam in een periode zeg van ongeveer 6 maanden, een half jaar, met ongeveer 5 miljard toe van zeg Surinaamse dollars 20 miljard naar een kleine 25 miljard. Dus een toename van ongeveer 5 miljard. Maar de meest significante toename vond plaats bij de buitenlandse staatsschuld. En je stelde die vraag al. Want die steeg van iets meer, moet ik zeggen, van 52 miljard naar ongeveer 94,5 miljard. Dus bijna een verdubbeling, als je even gaat kijken. En die drastische toename valt vooral toe te schrijven aan die forse bedragen die de regering van de huidige nummer 1, ik wil de man zijn naam niet eens in de mond nemen, ja. Die man heeft geleend, de nummer 1 heeft geleend
bij onder meer het Internationaal Monetaire Fonds en bij de IDB. En de IDB die staat namelijk voor het Internationaal Amerikaanse Ontwikkelingsbank. En verschillende economen in Suriname die namelijk kennis van zaken hebben, die vroegen zich namelijk af als de wet van de staatsschuld aangeeft dat eigenlijk de ratio, dus de verhouding tussen schuld en bruto binnenlands product, dat is de ratio, er is een wet voor de 60% mag je niet overtreden. Dat is wat ze noemen in Suriname de 60% normen en die mag je niet overschrijden. En dan wordt er gevraagd waarom deze regering deze ratio dan juist verder heeft laten steken. Ja. Want eigenlijk, dat weten we eigenlijk, het is door tijdens Venetiaan is deze ratio ingevoerd. Telting kwam er namelijk mee. En Telting, ja. Als ik even daarop mag inhaken, het is ook natuurlijk niemand ontgaan dat die regering stevast heeft ontkend dat hij met schulden bezig zijn. Dat ze met schulden bezig zijn geweest. Niet nationaal, niet internationaal. Dus als dit nieuws nu dat allemaal onthult, dan vraag je wel even af, hoeveel besef hebben deze mensen die daar in de leiding zijn, wat eigenlijk als gevolg gaat komen van deze leugens die ze steeds hebben zitten te verkondigen. Ja, en strikt genomen moeten diegenen eigenlijk die hiervoor verantwoordelijk zijn, strafrechtelijk worden vervolgd. Want dat is in de wet opgenomen. De wet zegt dat heel duidelijk. En ja, wie zijn het dan? Dan zijn het behalve de nummer 1 van het land, de gewezen minister van Financiën en Planning, dat is toen Armand Agaibersing geweest, dacht ik. En zijn opvolger Stanley Raguwarsing. En natuurlijk niet te vergeten, nou laten we de naam maar noemen, meneer Santokki is als eerste onder de eerste verantwoordelijk natuurlijk van dit leengedrag. Eigenlijk niet het leengedrag, maar de overschrijding eigenlijk van die norm die strafbaar is. Ja, de overschrijding ervan. Zij, dus de drie namen die ik heb genoemd daarnet, die hebben het zo ver laten komen waardoor de volgende generaties nog lang zullen moeten betalen, zullen moeten bloeden. Zelfs neem ik aan, het ongeboren kind wordt geboren met een schuld. Maar laat me ook nog even verduidelijken waar eigenlijk het kwaad het grootst gezien. Al dit soort handelingen van elke regering die er geweest was en die er nog zal komen en die er nu zit, dient eerst naar het parlement gebracht te worden. Van als je dit soort bedragen wil gaan lenen, we kennen nog de vergaderingen waar men destijds bij de vorige regering het leningenplafond omhoog wilde schroeven. Je dient deze zaken in de assemblee op tafel te leggen met een duidelijke plan van aanpak waarvoor je het gaat gebruiken en hoe de uitkomsten ervan voorspeld kunnen worden. En dat is totaal niet gebeurd. Vandaar dat ik nogmaals benadruk, de gevolgen hiervan staan bij wet aangegeven. Ja, en wat ik u wil zeggen, mij is opgevallen de laatste tijd dat er eigenlijk geen scheiding der machten meer is. Ja? Je hebt de uitvoerende macht, je hebt de president. En de president, boze tongen die beweren, die bepaalt voor de rechterlijke macht wie hier gestraft moet worden. Van bed wordt gelicht als ze te veel kritiek namelijk leveren. En in de gevangenis voor zonder vorm van proces voor een maand namelijk belanden. Maar wat mij ook is opgevallen, het parlement heeft geen poot om op te staan. Sterker nog, ja, als de president, want de president is verantwoording verschuldigd aan de DNA, aan het parlement. De ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de president. Dus in feite heeft die president in deze constellatie alle macht. Dus je hebt geen scheiding der machten meer, zoals wij die ooit hebben geleerd van Montesquieu, dat je hebt de wetgevende macht, je hebt de uitvoerende macht en je hebt de rechterlijke macht. Kort gezegd, alles is namelijk in één. Waarom ik dit vertel, die regering, die zal waarschijnlijk geen verantwoording hebben afgelegd. Bijna kan ik zeggen, heeft geen verantwoording afgelegd. En die regering zal aangeven dat die leningen die zijn afgesloten bij IMF en de budgettaire steun eigenlijk van IDB is verkregen, heeft gemaakt dat die schulden, dus die schuld-BBP-ratio, drastisch is toegenomen. Dan blijft de grote vraag die je net hebt gesteld in deze. Waaraan zijn al deze gelden dan uitgegeven? Daarover is er totaal geen verantwoording afgelegd.
in de samenleving bestaat in ieder geval niet de gedachte dat het de burgers namelijk ten goede is toegekomen. Want wat we hebben gezien, die armoede die steekt nog verder en verder. En we gaan nog moeilijkere tijden tegemoet. Maar die BTW, waarvan bepaalde percentages die 5% waren, naar 10% zijn gebracht, maar ook die 0% waren, voor 10% zijn opgenomen. Maar je wilde... Even een accumulatie doen van wat er allemaal gaande is op ons financiële en monetair vlak. We weten dat die regering die is aangetreden een stevige campagne had gevoerd tegen het leningenbeleid en spendingbeleid van de vorige regering. En daar was het volk moe van. Maar wat zien wij gebeuren? Deze regering is achter de schermen in alle geheim ook gaan lenen. Dan hebben wij nog die oude schulden die zij hebben geparkeerd en hebben gelobbyd voor de afgelopen 3 jaren voor schuldherschikking. Dat is ze niet gelukt. Ze maken er een groot feestje van, vertellen ons iets waar ze geen bewijzen op tafel leggen, geen informatie naar de assemblee brengen, zwart of wit, zodat we kunnen zien wat ze hebben kunnen bereiken in hun lobbycampagne. Daarnaast hebben ze nog door opgeschroefd alle nutsvoorzieningen, de koers losgelaten voor de illegale markt, ja, dus de criminele markt, en huppelen daar achteraan. We weten hoe hoog de koers op die moment aan het worden was, ging al voorbij de 40. Nu lag hij tussen de 38 en 40. We hebben daarna gezien de brandstofverhogingen met een governmentie dat men ook erbij heeft gedaan. Daarbovenop kwam de BTW die feitelijk bij theorie de omzetbelasting moest gaan vervangen. Maar we hebben in praktijk ondervonden en ondervinden het nog steeds dat de belasting... Omzetbelasting niet van de prijzen is gehaald en de BTW met de verlaging van 2% zou het moeten zijn, is toegepast. We hebben juist de prijzen omhoog zien gaan, waar duidelijk de indicatie is dat men de omzetbelasting heeft gelaten en de BTW erop heeft berekend. En dus op de dag van vandaag is er geen mogelijkheid van controle van een geheel ministerie die de verantwoordelijkheid draagt. Ik had u in de vorige uitzending gezegd, het was een beetje grappig om te vernemen dat de minister een BAVP-opleiding wilde gaan doen. Alleen maar om prescontroleur te worden. Dat is die grappenmaster namelijk van economische zaken. Dat is dan nog bij komen kijken dat de inkomsten van de staat, die duidelijk zijn aangegeven bij monden van de president, dat hij ze niet laat parkeren op de centrale bankrekening en niet volgens de wet is aangegeven als hij het op een buitenlandse rekening zou moeten doen. Waar hij het zou moeten doen. Dus wij vragen ons af, met de leningen erbij, met de inkomsten die zeker in de miljarden meer zijn geworden op maandbasis, met al die verhogingen, en dan ook nog de inkomsten van de goudbedrijven en staatsolie en de andere zaken die ze niet aan het licht brengen, waar gaan deze geld naartoe? Want we zien het niet in onderwijs, we zien het niet in gezondheidszorg, we zien het niet in het dagelijks leven van de burger, om het weer een draaglijk vlak te geven. Dus die grote vraagteken zijn, wat doet men met ons geld? En dat is het overzicht dat ons parlement blijkt niet capabel te zijn af te dwingen en niet de competenties te bezitten om op dat niveau aan tafel met de regering te zeggen, uit hoofde van wat de wet ons voorschrijft, moeten wij u kunnen controleren op elke stap die u onderneemt. Ja, en natuurlijk de grote hamvraag blijft, hoe zullen we al deze extra opgebouwde schulden terugbetalen? De president had overigens bij zijn aantreden, als je zich nog kunt herinneren, verzekerd dat hij geen geld zou lenen zoals de NDP dat had gedaan. Maar veel kiezers zullen zich nu afvragen natuurlijk in hoeverre het beleid van de NDP... De regering verschilt namelijk ten opzichte van dat van de NDP in de periode 2010-2020. Want dat was de periode waarin de NDP heeft geregeerd. Dat ons land al naar de afgrond had gevoerd. Met een schuld van meer dan 4 miljard. 4 miljard, zoveel miljard. Want nu lijken we verder van huis te zijn gegaan. Ja. Verder, er is nog geen akkoord, want de regering blijkt behalve... we zitten ook met een enorme Chinese schuldenlast. Ik dacht van 500 miljoen. Opklimmend naar de 700. Een half miljard. Ja, niet meer dan een half miljard. Ja. Want waarom? Men betaalt die schulden, men lost die schulden niet af. Ja. En de Chinezen hebben tot de dag van vandaag voet bij stuk gehouden dat ze niet bereikbaar zijn voor schuldherschikking. Dat wil zeggen, als
je dat merkt in het diplomatiek verkeer. Dat wil zeggen dat die schulden nu met boeterente zitten te accumuleren. Want men heeft geen akkoord kunnen bereiken. En men gaat ervan uit dat de Chinezen opgeven de filantroep voor ons moeten gaan uithangen. Maar dat gaat lekker dus niet gebeuren, want als we opletten hoe China kort zakelijk te werk gaat overal ter wereld, dan zal het ons geen ander lot beschoren zijn. We zullen heel veel hoes waarschijnlijk op tafel moeten leggen om ervoor te kunnen zorgen dat de Chinezen zeggen, oké, wij kunnen dat op die manier met je schikken. Maar van filantropie, daar mag die regering echt niet zichzelf aan gaan wagen dat dat zal gebeuren. Maar laten we die schulden op een rijtje namelijk zetten. Ik had het daarnet over dat we een schuld hebben aan China, zeg van ruim een half miljard US dollar, waarmee we op dit moment worstelen. Maar we zitten ook nog te worstelen met een US dollar schuld van 900 miljard die open staat bij de obligatiehouder miljoen. Van 900 miljoen. Ja, sorry, thanks for the correction. 900 miljoen bij de obligatiehouders van Oppenheimer. En op 3 mei moet het zijn geweest door van dit jaar, zei de regering dat een deal met de Amerikaanse schuldeisers was bereikt en dat de definitieve overeenkomst zou worden getekend zodra de staff level agreement met IMF rond was. En die is er inmiddels al maanden, maar desondanks is er nog geen definitief akkoord met de obligatiehouders van Oppenheimer. Alhoewel, men heeft ons doen geloven, meneer, dat eigenlijk dat allang namelijk het geval was. En een topfunctionaris, een onderhandelaar, die stelde eerder dat de ondertekening van een definitieve schuldherschikking met deze schuldeiser afhankelijk is van het aanpassen van de wet op de spaar- en eigenlijk het spaar- en stabilisatiefonds. En aangezien die wet nog door de Nationale Assemblee moet worden behandeld, zal het nog wel even duren, denk ik, voordat die schuldherschikking namelijk zal zijn afgerond. Ja, dus als ik het zo hoor, dan bekruipt mij het gevoel, en ik kan het niet proberen weg te drukken, dat de modus operandi van deze regering lijkt op een hit-and-run situatie. Met steeds beloftes te maken, met steeds nieuws aan ons te verspreiden. We zijn in onderhandeling, het ziet er allemaal goed uit, het klinkt er allemaal goed, maar die resultaten blijven uit. Met dat gevoel hebbende, dan moeten we terugdenken aan de schuld die al in 2020 rond de 4,5 miljard was aan buitenlandse schulden. Maar ook de binnenlandse schuld zag er ook niet rooskleurig uit. Die zat ook in de honderden miljoenen. Ja, dus wij hebben sowieso die bezorgdheid dat de manier waarop deze regering de afgelopen 36 maanden plus is bezig geweest, waarschijnlijk een hit-and-run situatie met zich mee. En dat betekent dat zij ons zo lang mogelijk aan het lijntje zullen houden met beloftes en mooie praatjes en een x-aantal ceremoniële zaken die lijken als de buitenlandse reizen te willen goed praten. Dat ze erbij moeten horen, wij als land daarbij moeten zijn, dat ze op weg zijn met onderhandelingen. Maar het resultaat blijft uit, het duidelijke resultaat blijft uit. En als je die contracten niet zwart of wit op tafel hebt zitten, dat wil zeggen dat je nog geen resultaat hebt geboekt. Ja, en wat ik dan kan zeggen, wijziging van de wet, en daar heb ik het namelijk over die wet waarover ik daar net sprak, aanpassen van de wet op spaar- en stabilisatiefonds. Ja, dat gaat nog even op zich laten wachten. Maar die wijziging van die wet is overigens ook een voorwaarde om een financieringspakket van 500 miljoen US dollar van de IDB te krijgen. En deze lening zal dus ook nog bij de bestaande schulden moeten worden opgeteld. Ik kan zeggen, de regering die vanaf 2025 het roer van het landsbestuur zal overnemen, zal met een aanmerkelijk grotere schuld worden opgeschreven dan de VHP in 2020 overnam. En weliswaar heeft deze regering met een groot deel van de schuldeisers een schuldherschikking kunnen bereiken, zonder overigens de door de president gewenste herkut van
30% tot 70% te krijgen. Maar van die schulden is nog geen cent namelijk afgelost. Weet je waarvoor ik ook bang ben? Dat, ja, iedereen is in een euforie van olie. En ik heb ervoor gewaarschuwd, niet ik. Wij hebben hier de afgelopen weken namelijk gewaarschuwd van we moeten oppassen dat die hele oliefonds geen grote ramp voor ons wordt, zoals dat vaker is gebeurd in vele Afrikaanse landen, zoals Equatoriaal Guinea, waar het volk nog verder namelijk verarmd is. Weet je waarvoor ik bang ben? Dat de president straks gaat shoppen. En nog meer schulden gaat maken van, kijk, ik heb daar een bron. Een hele evidente bezorging. Ja. Want we hebben het gehoord dat hij in zijn toespraak, nadat hij met die CEO van Total aan tafel is geweest, dat hij aangeeft dat hij kijkt om een voorschot te kunnen nemen uit datgene wat uit die FID in 2024 moet gaan gebeuren. En dat is een zeer zorgelijke uitspraak, want de president doet overkomen alsof er geen inkomsten zijn. Dan stel ik als burger, als leek, gewoon direct de vraag. Waar zijn al die extra inkomsten van de staat bij al deze verhogingen die de afgelopen 36 maanden zijn doorgevoerd? Met name op brandstof, laat van de internationale prijs die ook omhoog is gegaan. Men heeft op een gegeven ogenblik ook een x-aantal verhogingen gehad binnen die hele cirkel van de maatschappij, want brandstof stimuleert de rest van die maatschappij. Alle prijzen worden daaraan gekoppeld en het katalyseert door. Dus waar zijn dan die extra inkomsten van deze regering die miljarden meer zijn dan wat de vorige regering al van ons aftroggelde? Ja, en ik zei het al, we moeten oppassen dat hij niet verder gaat shoppen om te zeggen, ja, ik heb daar een blok 58 met een waarde voor de toekomst contant gemaakt rond de 26 miljard. Ja. Dus geef mij nog, leen mij nog meer geld met natuurlijk alle consequenties van dit. Wat ik, eenmaal we over olie praten, ja, kan ik u zeggen dat verschillende regeerders en vooral mensen, voorzitters van politieke partijen in Suriname, zich sinds vorige week zitten eigenlijk te watertanden. Ze zitten zich te verdringen vanwege de miljarden aan oliedollars die door Total Energies vanaf 2028 in het vooruitzicht zijn gesteld om te schreeuwen dat het licht in de donkere tunnel eindelijk aanstaande is. Ik heb nog nooit gehoord dat er een licht in een tunnel eigenlijk, want dan kan het nooit iets goed zijn, want dan is het een ontspoorde trein waarvan de motoren nog draaien en je ziet licht. Ik heb wel gehoord van licht aan het einde van de tunnel. Of wat er nog moet gebeuren, gewoon terugkeren aan de ingang waar ze zijn gekomen. Misschien dat ze dan namelijk dat licht zien. Maar de president stapte in die wetenschap opgewekt in een vliegtuig naar Cuba de afgelopen dagen. Ja. En hij ging ook naar de Verenigde Staten. Ik heb begrepen, zoals boze tongen beweren, dat zijn zwageres bigiari is geworden. Dus het feest moet gevierd worden. Nog meer dingen van mensen die zijn meegenomen. Ik weet het niet hoor, dat is wat ik namelijk allemaal lees. Namelijk niet in de officiële media, maar in de social media. Ja. In de hoop ging hij naar de Verenigde Staten. Dat hij daar wel de investeerders warm kon krijgen om hun zuurverdiende geld te komen spenderen in Suriname. In New York had hij in dat kader voorafgaand aan de jaarvergadering van de Verenigde Naties een ontmoeting met de Amerikaanse diaspora. En dat zijn de Surinamers die zich hebben genesteld namelijk daar in Amerika. En ik dacht het niet, ik heb het zelf meegemaakt, dat er enorm veel Surinamers zijn. Niet alleen in Florida, vooral in Miami, maar ook in New York. Maar ik kan niet zeggen, terwijl de president zich al bij voorbaat rijk rekent, kwam in eigen land een onheilspellend bericht naar buiten. Eigenlijk waarover ik het heb, de met veel bombardie aangekondigde aanleg van een diepwaterhaven in Nigeria. Je zal ervan over gehoord hebben. En het is waarschijnlijk een luchtkasteel waarmee de regering met natuurlijk de president voorop even naïef als enthousiast in is gestapt. Want wat is namelijk het geval? Het Amerikaanse bedrijf Phoenix Development Holding Company
zou miljarden US dollars in de port of Nikeri, laten we daar in Nikeri zeggen, Nikeri, ja, in de port of Nikeri, om het toch namelijk uit te drukken, die zouden miljarden in Nikeri investeren, met name voor de verwerking van gas in de vorm van LNG. En die komt vrij bij die oliewinning. En die nieuwe supermoderne haven zou, dacht ik, al in 2025 gereed moeten zijn. Echter, het is ontluisterend dat de regering opnieuw met open ogen een project heeft omarmd dat vooral een luchtkasteel namelijk blijkt te zijn. En ja, het is niet de eerste keer. We kennen het ook al van HPSC. We kennen het van die merk SRL 82. Dat is een Italiaans bedrijf waar 7 miljard intentionele contracten waren getekend. We hebben die documenten gezien. Er is een bankrekening geopend ergens, dacht ik, in Amerika. Ik dacht New York ook. Waar deze Italianen de transacties zouden doen onder hetgeen men als eerste in het begin probeerde te lanceren, namelijk New Servin. Datgene dat alle bevoegdheden van onze centrale bank zou wegnemen en onze geldstromen zou gaan beheren. Of dat nou uit leningen kwam, of dat nou uit verdiensten kwam, uit producties kwam, uit export kwam, die zou dat allemaal gaan beheren. Vroegtijdig heb ik persoonlijk daar commentaar op geleverd. Gelukkig heeft de centrale bankgovernor die toen pas aan zat, inderdaad ingezien dat hij hierop moet reageren en geen ondersteuning aan het nieuwsurfing-idee moest geven. Echter was het al opgericht, er is geld gestort vanuit de staatskas. De heer Edward Belfort, het geachte lid in DNA, heeft er vaker over gesproken dat de wijze waarop het stoppen is gebracht niet de correcte wijze was, want de oprichting moest eigenlijk getermineerd worden bij de rechtbank. Die dingen zijn nog steeds niet gedaan. En in allerijl is men toen bezig geweest om te zeggen, ze gaan het model niet laten varen. Ze zullen een andere constructie bedenken. Hoe is waarschijnlijk wel gebeurd achter de schermen. We hebben toen alle debakels gezien rond SLM met een De Haan, een De Hen en Safira Yesseren. Ja, dus en, dat is die Hen. Die Hen. Ja. Maar hoe hadden we van die financiële adviseurs hier? Ik dacht, je had die Prenobe die zijn paspoort in orde in beslag was genomen. En een Prenobe. Een Prenobe. En maar daar had je ook nog een Adjoja erbij geloven. Ja, weet maar die is vertrokken. Ik heb gegrepen naar Dubai. Nee, maar weet je wat het leuke ervan was? Diezelfde Adjoja, die had toen het debakel rond het oprichten van Nieuwsurfing niet door kon gaan en getorpedeerd moest worden, had hij zich ook publiekelijk via social media en bepaalde interviews aangegeven en niet verder mee gemoeid te willen zijn met de regering. Maar achteraf, hij had zich gedistanceerd. Maar achteraf merk je dat hij toch op een of andere manier betrokken is geworden bij hetgeen van de divisiecommissie, hetgeen van financiën en hetgeen van centrale bank. Want er is nooit echt licht daarop verschenen. Maar die namen worden genoemd op een gegeven ogenblik. Dus je vraagt je dan af, hoe zuiver is hetgeen men heeft aangegeven als gedistanceerd te zijn, maar toch achteraf betrokken te zijn geweest aan het geheel wat deze regering zit uit te voeren. En ik dacht dat ze het in het kader hadden gebracht van wat zij toen noemde het diaspora-beleid. Ja? Dus dat stukje is allemaal ons nu duidelijk. Daarom zeg ik, ik heb een paar minuten terug gezegd, ik kreeg het gevoel dat deze regering op een modus bezig is te opereren die wij noemen hit en run. Dat wil zeggen, wanneer het straks in 2025 hier onder hun voeten wordt, dat we ze allemaal ook waarschijnlijk, net als die verdwenen vorige ex-minister van Financiën, Boefdraad. Meneer Boefdraad, okay. Ja, ook waarschijnlijk zullen moeten gaan zoeken met zoeklicht op deze planeet en we kunnen ze niet vinden. Trouwens, ze zouden zelf komen om Hoefdraad te pakken te krijgen. En als hij die zo gestolen had, zoals ze beweerden uit die vorige regering, achter slot en grendel te krijgen. In plaats daarvan zijn zij zelf beland in die hele corruptie en meerdere corruptieschandalen. Ergere vormen zelfs. Ja, ik wil terug toch gaan naar gas.
die gaswinning. Ja. Want die regering, moet u weten, die stelde 1500 hectare grond beschikbaar. En dan heb ik het over het Amerikaans bedrijf Phoenix Development Holding. Daar, ik heb begrepen, eigenlijk niet eens bestaat. Het moet een soort brievenbus toestand zijn. Ja. De president gaf vorig jaar november zelfs de aftrap voor het project, waarvoor nog niet eens een ontwerp was gemaakt. Kan je nagaan? Alleen een website was gereed waarop prachtige, maar weinig concrete verhalen op stonden. Een gratis website. Een gratis website. Dus eigenlijk een teaser. Maar in elk geval, voor menigeen was dat voldoende reden om de nodige argwaan te hebben. Ook al omdat PDC geen enkele ervaring, zoals men beweert, heeft met de bouw van havens. Zelfs niet met kleine projecten hebben mensen mee kunnen vertellen. En die argwaan blijkt niet volkomen terecht, zoals sommige deskundigen zeggen. Want PDC blijkt niets meer dan een brievenbusfirma te zijn dat alleen een adres in Phoenix, USA heeft, maar geen kantoor. En dat is op zijn minst één vriend, als je het mij vraagt, voor een bedrijf dat miljarden wil investeren. Ook blijkt dat die bewering dat de Port of Rotterdam, een van de grootste en meest ervaren havendrijver in de wereld, de Port of Nikiri zal ontwerpen. En dat blijkt achteraf toch bezijdens de waarheid te zijn. Het feit dat meerdere mensen, eigenlijk hebben gezegd, ja, dat ding stinkt, ze willen niks mee hebben, omdat ze geen vertrouwen in dat bedrijf hebben, is misschien een teken aan de wand. Wat de precisie-intenties van PDC zijn, is nog onduidelijk. Ik wil even hierop inhaken. Want maar even, als ik het even kan afronden, want anders ontgaat het me straks, dan moet ik weer gaan denken. Maar in elk geval, wat eigenlijk de intenties is, of die intenties zijn, dat zal de komende tijd moeten blijken. Ik moet iets zeggen, Winston, het is gewoon ontluisterend dat de regering opnieuw met open ogen een project heeft omarmd dat vooral een luchtkasteel blijkt te zijn. Je wordt er gewoon moe en ziek van eigenlijk in dit land. Want na het debakkel, dat was, dacht ik, begin vorig jaar, met deze HPSG, die in Kommerwijnen onder meer een waterstoffabriek zou opzetten. Je hebt het net genoemd, toch? Ja, je noemde het net op. Zo. Je toch mogen verwachten dat de regering haar lesje had geleerd door vooraf te degen te onderzoeken of de initiatiefnemers wel konden waarmaken wat ze beloofden. Maar wat blijkt nu, mijn beste mensen? Ja, dat is in elk geval, het blijkt dat het niet het geval is, want de regeerders maken weer diezelfde fouten en stoten zich aan dezelfde steen. Dus deze mensen zijn erger dan een ezel, want de ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen. En dat zal weinig vertrouwen wekken bij de investeerders die wel serieus overwegen om zaken met Suriname te doen. En die zijn zeker niet bereid, dacht ik, daarover in gesprek te gaan. Los van de vele corruptieschandalen die investeerders kennen. Want ik heb wel begrepen, er komen investeerders, maar dan meestal willen de boys namelijk tjoekoe onder de tafel hebben. En dan moeten ze dan nog ook aandeelhouder worden. Dan moeten ze ook iemand in de directie van die NV leveren. En op een bepaald moment zei ik, redeneren de mensen, dit is keiharde corruptie. Ik doe niet aan mee dat ik in mijn land straks in problemen kom. En daarna zijn ze futsi. Dat is de reden dat we op dit moment 0,0000 investeerders hebben. En ook die investeerders die de president probeerde aan te trekken deze week in New York, kan ik u aangeven, ze gaan niet komen. Komen ze, dan zullen ze binnen de korte tijd ontluisterend weer vertrekken. Want dit soort van grote bedrijven zijn niet gediend van die corruptie waarin Suriname helemaal in verzonken is. Ja, dus wat ik daarnet wilde inbrengen bij dat ding van PDC en de diepzee of deepwater haven. Want er is een verschil tussen diepzee en diepwater. Namelijk, diepzee is aan zee gelegen of in zee zelf gelegen. Diepwater, men zou daar gaan uitbaggeren. Er was een miljardenkostenplaatje gemaakt wat PDC allemaal niet binnen zou brengen aan investment. Dacht ik, 5 miljard US dollar is toen genoemd. U zegt, het is weer een debakel. Ik zeg, het registreert voor mij de zoveelste signaal dat dit een modus operandi is, die hoort bij een criminele kartel. Een politieke criminele kartel waar Suriname de afgelopen 50 jaren langzaam maar zeker nu
met de neus op de feiten wordt gedrukt. Ja? Dus dat is wat ik zie. Want er is havenbeheer en ROGB, wat we nu GBB noemen, hebben we erbij gehaald om grond daar ter beschikking te stellen. Dacht ik 1500 hectare, let u wel, 1500 hectare, waarvan 200 hectare direct in het contract is meegegeven bij die ceremoniële opening. Ja, we hebben gezien, de minister was daar, de directeur van havenbeheer, Andrea Thalia was daar. En natuurlijk de andere hoogwaardigheidsbekleders, de ministerscommissaris. Wat ik hiermee wil aangeven, dat dit geen debakel is. Dit is een criminele handeling die nu gepleegd is met het inbegrip van onze hoogwaardigheidsbekleders. Laat me het zo voor jou uitdrukken. Het is een criminele organisatie waarvan de onderwereld in de bovenwereld is gekomen. Van ons staatsbestel, ja. Van ons staatsbestel. Juist. Deze week hebben we nog gehad een boot die in Nederland, Rotterdam, dacht ik, is aangehouden. Met vis en cocaïne daarin. Ja. Cocaïne is achtergehouden en die boot mag verder gaan met die vis. Ja, dus van het cocaïne willen we misschien een apart onderwerp een van die dagen gaan behandelen. Want ook in het nieuws was weer verschenen, in plaats van kroketten hebben we cocaïneketten. Ja, mensen die kroketten, cocaïne hebben verwerkt alsof ze kroketten zijn. Maar ik zie vandaag ook weer in het nieuws een 69-jarige die wordt aangehouden in het oosten van Suriname. En drie andere jongere mannen die worden aangehouden met een hoeveelheid cocaïne die ze aan de burgers daar allemaal aan de man brengen. Met een behoorlijk geldbedrag ook. Allemaal vier aparte gevallen, twee waren bij elkaar. Maar die meneer van 69... had ietsje meer dan 200 gram cocaïne bezig in een groot geldbedrag. Daarmee gaan wij dan niet verder in op het cocaïneverschijnsel hier in Suriname. En dan ga ik terug naar dat stukje van die criminele infiltratie in ons staatsbestel, dus in onze instituten, die wij noemen de regering. Want de mensen die daar zitten, zijn hernoembaar om de 5 jaar, maar die instituten die blijven. En nu merk je, aan de hand van zulke prestaties met zulke internationale dubieuze gevallen, want dit gaat helemaal naar Rotterdam, zeggende dat Rotterdam zal assisteren om het project allemaal technisch te verantwoorden en van de grond te krijgen. Dit gaat helemaal weer naar Amerika, waar er een postbusadres is en geen kantoor. Dus de allure die wij merken en de tendens die de afgelopen 20, 25, 30 tot 50 jaar zich voordoet in Suriname, is dat wij twee zijn geraakt waarmee wij aan het begin waren begonnen. De mensen van weleer, die inzicht, die hart, die visie, tot daden brachten dat wij konden presteren op een respectabel niveau. En werden gewaardeerd en geaccepteerd dat dit kleine land, dat de kleine ex-kolonie van Nederland, al op dat internationaal niveau begon te presteren. Ja, ik denk dat we tegen het einde gaan en je sprak namelijk over eten. Ik moet zeggen, meneer Botsen, als er naar volk epina nog hel, echt armoede ter voeten uit. Als je in de stad rijdt, zie je bijna mensen. Ja, het is gewoon een lege spookstad, want die benzine is ook onbetaalbaar geworden en de salarissen zijn niet navenant gestegen. Ik kan niet zeggen, het leven in Suriname is gewoon duurder geworden en wel op het ondraaglijke manier, moet ik u zeggen. Wij hebben allemaal mee te maken. Maar wanneer een volk klaagt over prijzen in de winkels die voor hem onbetaalbaar zijn geworden, dan is het goed misschien om te kijken naar de mate van die stijging en over welke goederen er zo intensief en voortdurend wordt geklaagd. Ik kan niet zeggen, gasbommen, de prijzen zijn omhoog, subsidies worden afgeschaft in het kader van besparingen. Ze zeggen IMF, maar ik geloof er geen ene moer van. Nee. Ja, wat IMF zegt, Suriname voor zijn eigen aanpassingsprogramma. Wij bemoeien er niet mee. En dat is precies waar we het accent duidelijk op moeten leggen. IMF schreef ook geen enkele regering nergens ter wereld voor hoe ze hun beleid uit moeten zetten. Wat IMF wel zegt, als je bij mij belandt, wil dat zeggen dat jouw systemen kapot zijn. En dan gaan wij ervoor zorgen dat wij jou gaan auditen. Dus we gaan onderzoeken waar je problemen hebt. En we gaan je aansturen om die instituten te gaan versterken. Ja, en
Eigenlijk wanneer we klagen over voeding, heb ik genoemd, ik heb benzine genoemd, die ook onbetaalbaar is. Ja. Het is in elk geval een klaagzang die niet alleen maar deze goederen regardeert, maar alle gestegen goederen en diensten. De hele linie. Ja, ook de hele kolom. En dat men klaagt, moet ik u zeggen, hier in Suriname, is volkomen terecht. En vooral wanneer we op het punt zijn beland dat die klachten te maken hebben met goederen die kunnen en mogen worden gezien in feite als basisbehoeften en deel uitmaken van het dagelijks eetpatroon van de doorsnee Surinamer. Sardine bijvoorbeeld, die mijn eerste hulp noemde, is gewoon onbereikbaar voor heel wat mensen. Ja. Ei ook. Vrijwel onbetaalbaar. Ja, maar dat 12 gulden namelijk voor een ding. Maar als we klagen, moet je niet uit het oog verliezen, de waarde van de Surinaamse dollar, die drastisch is gedaald ten opzichte van andere munteenheden, die als harde valuta mogen worden gezien. En dan heb ik het over de euro en de US dollar. Die producten die wij als basis zien op dit moment in Suriname zijn voor een groot deel van import afkomstig. Ik dacht, we importeren zo'n 90% van onze dingen die we allemaal importeren. Maar wanneer je gaat importeren, moet je diehard dollars en euro's op tafel daarvoor leggen om daarover namelijk te kunnen beschikken. Nou, u begrijpt wel, als we de goederen in het buitenland ook nog duurder zijn geworden, dan zijn we hier met onze zwaar ontwaarde Surinaamse dollar, ja, ook veel meer, je zal er veel meer voor moeten hertellen. En daar zitten de prijsstijgingen natuurlijk in. En daar klagen de mensen natuurlijk steen en been, namelijk over. Maar Santokki is begonnen zonder productie, waardoor er ook bijna geen export is, waardoor er ook geen deviezen wordt verdiend. Ja. Het enige wat we hebben gezien dat hij steeds doet, is lenen. Maar lenen zal je namelijk terug moeten betalen. Ik kan niet zeggen, de oorzaak van deze ellende moet dus wel zonder meer gezocht worden bij diegene die financieel, ook economisch en eigenlijk monetair wanbeleid hebben gevoerd. Ja, en dat zijn eigenlijk twee op één volgende regering. We kijken nu eigenlijk niet alleen tegen die ontwaarding van onze dollar, Surinaamse dollar, die al eigenlijk sinds 2013 onder hoefdraad heeft plaatsgevonden, ja, maar ook tegen die externe inflatie van goederen en diensten die keihard op ons afkomt. Eigenlijk, je kan het tegenkomen in iedere winkel en ja, in iedere supermarkt, maar ook bij de pompstations. En weet je waar namelijk wat er gebeurt binnen het geheel? Nederland is stukken duurder geworden. Ik zie het namelijk in het nieuws. Ze hebben voedselbanken, alom. Ik heb de jaarreden namelijk gezien, uitgesproken door de koning Willem-Alexander. Ja, ja. En armoedebestrijding staat op de eerste plaats. Eigenlijk hetzelfde waarvoor namelijk de nieuwe beweging. Armoedebestrijding, onderwijs, zorg en veiligheid. Dat zijn gek genoeg. En gezondheid. Ja, ik zei zorg. Zorg. En dat zijn precies de dingen die namelijk ook in Nederland spelen. In elk geval, die inflatie, dat noemen ze importinflatie, is geïmporteerd in Suriname. Maar het grappige van is, de dingen zijn stukken duurder. Als je namelijk de kosten van vervoer en weet ik wat allemaal zou zetten, ja, in Suriname dan in Nederland. En overigens, je zou met die prijzen ook kunnen spelen. Waarom is het ook zo duur? Vele malen duurder zijn dan in Nederland. Want als je in het groot koopt, dan heb je natuurlijk die kwantumkorting. Yes. Ja. Dus we moeten eerlijk zijn dat het allemaal ook, je moet het kunnen onderkennen. Een ander aspect dat niet uit het oog verloren mag worden, is dat ook de lokaal geproduceerde goederen duurder zijn geworden en dat deels te maken heeft met de enorme stijging in de brandstofprijzen. Juist. Een sopropos is 50 gulden. Boulanger, één sopropos. Eén boulanger krijg je al voor 30 SFP. Pampoen, dat zijn de mensen die de mensen op dit moment eten. Nou, hoe zit het namelijk met de binnenlandse groentegoederen die hier verkocht worden? Een landbouwer moet op dit moment meer betalen voor zijn diesel en gasoline en ook voor zijn zwaar materieel. Onderdelen zijn ook onbetaalbaar geworden.
Ja, de arbeidskosten, los van het feit dat je geen arbeiders kan vinden, zijn die arbeiderskosten namelijk enorm gestegen. Want ook die man die voor jou moet arbeiden, die voelt het namelijk in zijn portemonnee. Ja, en wil natuurlijk ook meer verdienen. En dan moeten we niet vergeten, hier in Suriname, ik heb een gruw aan, maar met gebruik pesticiden en chemicaliën. Die met landbouw te maken en landbouw en ongecontroleerd. Ook die kleine en die grote landbouwers hebben te maken met enorme stijging in hun arbeidskosten. En die moeten natuurlijk terugverdiend worden bij die opkoper. Dus op de markt en natuurlijk in die supermarkt. Kortweg mensen, en ik begrijp het, in Suriname klaagt men enorm mede door toedoen, vooral van deze regering. De basis is al eerder gelegd, ja, voor 2020, maar deze hebben het verschrikkelijk naar gemaakt. En men klaagt als je zo'n beetje op de markt komt, of langs de straten, hier wat zaken, groenten en zo worden langs de straten verkocht. Maar men staat er wel bij stil dat de producent van deze goederen ook te maken heeft met enorm gestegen prijzen voor die goederen en diensten. En deze mensen, kan ik je zeggen, die wonen ook in Suriname en betalen ook keihard voor zaken als kunstmest en andere benodigdheden binnen die landbouw en die tuinbouw. We moeten zeggen, want we gaan moeten afsluiten nu. Degenen die klagen en verwachten dat ook deze producten bij de dagelijkse pot horen, zullen dalen. Kan ik zeggen, you can forget it. Het wordt alleen maar erger. Ja, met deze regering gaat het erger worden. Ja. Men heeft ons al voorgehouden. De zaken worden stukken duurder. De prijzen zullen niet dalen. Nee. Als jullie oppassen, gaan we straks. Ja, Suriname is gezegend, zeggen ze. Dus we gaan geen hongersnood tegemoet. Ja, maar ze zullen hoogstens misschien stabiel ziek ze ook niet blijven in de komende tijden. Gelet op het feit dat alle subsidies worden afgeschaft. In het ergste geval kan ik u zeggen, ze zullen verder stijgen. Dus dan weet u wat uw mensen, uw familieleden allemaal hier in Suriname meemaken. Dank onder andere, let wel, want zeer wat Surinamers luisteren en ze leveren kritiek. Maar ik zou ze zeggen, ik praat niet voor iedereen. Als je ondergeletterd bent, ga eerst naar school, ga naar een avondschool en dan kom terug luisteren. Want je ziet soms leveren de mensen allerlei dingen. Maar ja, het zijn ook mensen, natuurlijk waarschijnlijk, dus, die doorgestroomd zijn. Dus voor levens had je al doorstroming. Ja. En ze verstaan geen moer van Nederland en beginnen je te betichtigen van allerlei dingen. Ik zeg mensen, het is nooit te laat om wat te leren. Ga in de schoolbanken, in de lage vrieger of in de eerste klas weer zitten. Dat is laten we begrijpen. Laten Suriname, ik wil de oplossing. Ja. Ja. Suriname moet meer gaan produceren. En het moet zich gaan richten op export om die vreemde valuta te kunnen verdienen. Anders wordt dit het jaar. Zolang we dat niet begrijpen en ook die stommelingen die vaak kritiek namelijk leveren van waarover heeft Samson het of waarover heeft Van der Leuven, ja, die zullen het nooit begrijpen. Ze zullen het niet inzien en er zal maar weinig veranderen in positieve zin. Het hangt ervan af wie zijn de leiders die je straks gaat kiezen in 2025. Want dat is belangrijk. Ga je door met de oude politiek? Of ga je voor iets nieuws kiezen? Ja, die nog niet is geweest. Want men zegt eigenlijk de jonge leiders, de jonge mensen hebben nooit geregeerd. Dus ze weten niet... Daar gaat het niet om. Nee, ze hebben nooit geregeerd. Dus ze weten niet hoe te stelen. Daar komt het namelijk om. Ja. Maar het zal weinig veranderen in positieve zin als je door mee wil gaan. Dus laat dat heel duidelijk gezegd zijn. En hopelijk hebben de boerietjes die allemaal namelijk kritiek leveren. Ja, Samson is academisch geschoold. Hij heeft meerdere opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam. De Vrije Universiteit gedaan. Ja. Dus trek het naar even na. Dus ik praat niet voor iedereen. Als je niet verstaat Nederlands, ja, en je bent ondergeletterd, ga rustig weer naar de lage vreubel, de hoge vreubel, de eerste klas. En als je doorgestroomd bent, misschien naar de vierde klas, want daar is 45% van de Surinaamse bevolking beland, dan kom je weer rustig zitten, dan kom je luisteren wat Samson en Vader Leuf allemaal te vertellen hebben. Ja, dus daarop wil ik het natuurlijk zo jullie formuleren. Wat meneer Samson aangeeft, hebben we het een paar keer in onze uitzendingen ook al aangegeven en benadrukt. Wij registreren feiten.
We analyseren die feiten en presenteren u die informatie. En de analyse die wij maken is om aan te geven dat het zo niet hoort. En dat er dan institutionele versterking moet komen nu uiteindelijk van de grond hier in Suriname. En we hebben de mensen. We hebben ook al aangegeven in eerdere interviews dat wij vermoeden, en wij hebben vrienden bijna in alle andere partijen. En we weten dat er mensen daar zijn die niet eens zijn met het corruptiebeleid. Die niet eens zijn met die criminelen die zijn geïnfiltreerd daar binnen in ons staatsbestel. Maar het voor het zeggen hebben vanwege het patronage dat de partijpolitiek hier heeft zitten aankweken. Van family en friends waar je nepotisme ziet geschieden. Kritiek leveren mag je altijd. Je hebt het recht om kritiek te leveren. En dat kun je op verschillende manieren doen. Maar we begrijpen ook dat er een deel, en een behoorlijk groot deel van ons volk, bewust door deze oude partijpolitiek achter is gehouden in ontwikkeling. Niet gewend is om informatie van feiten gepresenteerd te krijgen. En iedere keer als ze die informatie gepresenteerd krijgen, in plaats van zich gestimuleerd voelen om er naar te gaan kijken en erover na te denken. En dan hoef je niet de hoogste scholing te hebben. Maar dat je gaat toetsen op wat wij hebben gepresenteerd aan feiten werkelijk op waarheid berust. Niet direct in de aanval hoeven te gaan om zich beledigd te voelen. En aangevallen vanwege het feit dat zij wel denken in het patronagepolitiek systeem. Dat ze lid zijn van een partij en dat ze geboren en getogen en dood zullen gaan voor die partij. Die dingen hebben Suriname niet ontwikkeld en jou ook niet als burger. Jou ook niet als burger van het land een voordeel hebben geleverd dat het een nationale ontwikkeling is geworden. Misschien heb jij voordelen eraan op dit ogenblik, omdat het is donderdag in een apartheid. Misschien heb jij op dit ogenblik je zaken wel op orde. Je kreeg maandelijks een x-aantal honderden, duizend SLI's. Of het nou in enveloppen per kas is in contanten, of het via een rekening is, via een geregelde status die je hebt bij een van de ministeries, dan word je gezegend. Bij ons is het een overzicht die wij presenteren, analyse die we maken van 50 jaar Suriname in eigen beheer als onafhankelijke republiek. Heren, het is inmiddels alweer 2 uur, dus de uitzending van mij stopt. Ja, en in elk geval, ik wil ze wel meegeven. De denk kritiek, ik kon nog een schrift, Jim Het met DT. Oké. We gaan naar groeten. We groeten. Ja. Straks en meneer Bosch, een fijne voortzetting van de nacht. Ja, dank u wel. En tot de volgende keer. Beste luisteraars. Oké, dan. Bye-bye. Vanuit Suriname. Ja. Het is weer tijd geworden, zodat wij dus niet verder gaan, beste luisteraars. Wij gaan u groeten.